Yo, mannen bros! Daar zijn we weer. We're back! Yes. En ja, zoals we zeiden bij de unboxing van deze jongen, zeiden we dat we ook een review zouden doen van de game. Niet van deze jongen? Nee? Even kijken, wie is dat? Oh ja, ook van hem. Oké. De Twins. Van de Twins. De Twins. Ja, we hebben de game uitgespeeld. Op voorhand willen we in ieder geval zeggen, van als je de game niet hebt gespeeld, dan zijn er bepaalde stukken van deze review die je niet wil horen. Dus er zitten spoilers in, dus als jij niks wil gespoild hebben van Uncharted 4, moet je gewoon stoppen met kijken nu. Geef wel een like, stop gewoon met kijken. Geef wel een like. Subscribe en dat soort dingen. Maar vanaf nu een beetje spoilers, we gaan niks uit de weg, we gaan van over een beetje alles hebben. Dus, Uncharted. Je gooit hem in je PlayStation, je downloadt een patch, je installeert hem en je gaat spelen. En wat was jouw eerste reactie? Dat je denkt van... Mijn eerste reactie was van I've been waiting so long. En ja, gewoon excited man. Echt, ik zeg je eerlijk, de eerste twee hoofdstukken... Ja. Want je begon in de eerste hoofdstuk begon je op die chase, hè, op het water, met die boot. Ja. En met je broer erbij al gelijk. Ja, toen dacht ik echt, holy fuck, ja. I missed this. Ja, ja. Echt. Ik vond het wel, want daarna, weet je, het eindigt in een soort van climax-achtig iets. Je crasht en het stopt soort van abrupt. En dan switch je eigenlijk ineens heel erg. Ja. Je gaat naar een heel andere setting. Ja, en dat was een beetje een downer. Nou, een downer, ik wil niet echt downer zeggen, maar... Het was echt ineens come the fuck down, weet je? Het was een beetje tot, ja, boring ook weer niet, maar echt, het was veel minder dan hoe je begint. Ja, ja, wat vond je vooral, want ik vond dat met Uncharted 3 heb je natuurlijk voor de eerste keer gehad, heb je Nathan Drake in zijn jonge jaren gezien. Weet je, hoe die Sully ontmoette en hoe die in de situatie kwam waarin hij zat in Uncharted 3. Ja. Nu heb je dus weer... dat hij in zijn jonge jaren zat en deze keer dus met zijn broer erbij. Ja. Ja, ik vond persoonlijk in ieder geval, toen ik dus weer zag dat je weer als jonge Drake zat te spelen, dacht ik van... Dit weer, binnen dan dat. Weer. Ja. Weet je, ik snap vanuit een story perspectief waarom ze het hebben gedaan, want het is een soort van, ze willen de band laten zien met tussen broer, je broer en dat soort dingen. Alleen, ja, ik weet niet, ik vond, want je meerdere keren door, als je de game speelt natuurlijk, zitten er meerdere segmenten in dat je dus op een gegeven moment weer als Little Drake speelt. Weet je, ja, ik, voor mijn gevoel had daar wel het een en ander van getrimd kunnen worden. Ik vond niet dat het zoveel had moeten zijn als dat het daadwerkelijk in de game zat, zeg maar. Weet je had misschien wel anders kunnen doen. Ik snap dat je ermee opent en zo. Ja, ik had dat met, ik had dat met Stealth. Ja. In het begin was er ook heel veel, had ik zo'n gevoel van, ben ik Metal Gear aan het spelen ofzo? Nou, dat had ik ook. Ik vind alleen wel, ze geven je nu eigenlijk de optie. Optie, weet je? Ja. En Blazing of Stealth. Precies, en dat moest voor mij zelf, want in-game word je echt aangeraden om Stealth te gaan. Juist, dat wou ik net zeggen. Dus je wordt echt aangemoedigd om Stealth te gaan doen. Ja, precies. En ik vind het heel cool dat ze nu de optie hebben gegeven, want in Uncharted 3 was het gewoon, en eigenlijk in Uncharted 2 en 1 ook was gewoon, gewoon met Army en gewoon lekker knallen. En, nu hebben ze meer diepgang aan de game toegevoegd door te zeggen van oké, luister, ik wil gewoon gaan stealthen, dat is mijn ding, ik wil het gewoon op die manier gaan spelen. Of screw dat en ik ga gewoon lekker guns blazing. Ja. Vind ik wel dat ze het iets beter hadden aan kunnen pakken, weet je. En je niet zozeer richting de stealth te pushen. Waarom? Ja, precies. Dat had ik dus ook. Ja, ik had daar bij het begin ook daar wat moeite mee dat ik zoiets had van ja, weet je, dit is niet Uncharted. Uncharted is gewoon One Man Army, maar precies. En naarmate de game vorderde... Ik had ook zoiets van ja, weet je, je bent aan het stealthen en dan... als je gesnapt wordt, dan voelt het toch wel als een klein beetje faal. Ja, terwijl ja, niet, terwijl ja, het niet eens een faal is, nee, want je kan gewoon gun blazing en dat is het ook gewoon prima. Ja, nou, ik vind dat altijd heel jammer en misschien een beetje game cliché, weet je. Je hoort daar één kleine soldier ergens gespot en gelijk met iedereen pinpoint accuracy waar je exact zit. Ja. Dan kan je weliswaar weer gaan verstoppen, maar weet je, Metal Gear deed het gewoon veel beter daarin natuurlijk. Ja, maar dat is logisch, want dat is natuurlijk hun ding als het ware. Ja. Dus dat was eigenlijk even gewoon een switch in gameplay. Gewoon puur van, oké, ik kan het zo doen, maar ik kan het ook zo doen. En ja, voor mijn gevoel ben je dus gepusht in de stealth en dat was eigenlijk gewoon helemaal niet zo. Ja. Nou, je begint natuurlijk in de game, nou ja, met, op een gegeven moment je broer komt dan terug en je hebt natuurlijk een heel segment heb je erin zitten dat je moet ontsnappen als Nathan de Boer. Dat vond ik echt heel cool. Als je op een gegeven moment die uitbraak doet, dat was echt gewoon was explosions, vet. Riots, alles dat was eraan. Echt gekheid. Dat was echt heel gaaf. Vet, ja. En op een gegeven moment dan, eigenlijk na dat punt,
eigenlijk tot aan tot je aan in Madagaskar terechtkomt, vond ik het heel erg saai, rustig, heel veel dialoog, heel veel story. De enige gameplay die je had was een beetje klim, klim hier, klim, klim, swing, swing. Ja. En er gebeurde eigenlijk niet heel erg veel. Op een gegeven moment ga je naar Schotland, was het geloof ik. Ga je natuurlijk ga je op een gegeven moment op zoek voordat je naar Madagaskar gaat, ga je in Schotland. Ja. Ik vond persoonlijk ook de views en de vista's in Schotland vond ik niet zo heel erg uitnodigend. Weet je, niet zo exotisch. Het was meer, wat ik voelde, was meer van... Hier, kijk, we hebben 3 nieuwe gimmicks in de game. Ja, dat weer dat de hele tijd uit. Ja, vooral dat glijden. Dat glijden was op een gegeven moment, daar was ik wel een beetje klaar mee. En die grappling hoek. Juist. Kijk, die 2 dingen hebben we. Dus ga maar lekker veel daarmee aan de slag. Ja, dat had ik zoiets van, Het glijden is op een gegeven moment een beetje erg overdreven. Ja. Ja, precies, ja. Maar... Anyhow... Ja, anyhow. Want in principe, het lijkt nu alsof het eigenlijk gewoon een verschrikkelijke game vond. Ja. Weet je, maar... Is dus niet zo. Oh, moet ik dat ook nog even zeggen? In het begin van de game heb je natuurlijk, als die broer speelt en ook als Drake speelt, heb je een beetje die fistfights heb je erin zitten. Ja. Ja, ik vond dat echt helemaal niks. Nee? Nee. Ja, weet je wat het is? Je inputs waren heel erg limited. Het was echt van, oké, je kan beuken en dat. En ja, voor mij voelde het als een stap terug, zeg maar. Weet je, je had veel meer opties. Ik had dat bij de, maar dat komt dadelijk. Ja. Ik had dat bij de Final Boss. Och, ja, nou ja, dat is... Dat, maar oké. Okay, maar daar komen we wel toe. Maar ik vond ook de fistfights en de combat, de melee combat, vond ik eigenlijk, weet je... Ik vond het nooit zo heel erg goed in Uncharted. Weet je, ik vond het heel simpel. Meer, ja, en heel ik had simpel. Graag gezien dat ze daar iets meer mee hadden gedaan. Ja. Weet je, en in sommige segmenten was het ook gewoon dat je combat hebt met fistfights. En weet je, een soort van cutscene idee, als het ware, zeg maar. Dat een soort van interactieve cutscene was, maar je eindpunt stond al bekend, weet je. Het is niet zo dat je die fight kon winnen of verliezen. Ja, er zit wel, wat ik heel cool vond was in de story, dat je op een gegeven moment 3 opties hebt, om te zeggen. Op een gegeven moment, bij het begin, dat je met die chick aan het vechten bent, dat is het tempje. En dan kan je zeggen, je kan een smartass blijven of je kan iets anders doen. Ja. En ik vind het heel jammer dat ze daar niet meer mee hebben gedaan. Weet je kent wel die opties, maar het heeft verder geen invloed. Invloed, ja. En ja, en zo, nu noem je die chick. En dat was eigenlijk mijn grootste disappointment in de game. Wat was de disappointing aan? Die chick, kijk, daar is dus een chick in de game, Nadine heet ze volgens mij. Ja, Nadine, dat is een beetje de hoofd van de mercenary. Precies. Ja. En zij woedt je ass gewoon keihard. Ja. En dat vond ik echt bullshit. Hoezo? Dus omdat Drake, die slaat de grootste bad guys in elkaar. Ja. In deel 2, iemand met superpowers. Ja. Maar deze chick kan hij niet verslaan. Ja. Ja, misschien is het omdat het een chick is dat hij easy on haar gaat. Maar kom op man, hij werd uit een fucking flat, een huis getrapt. Denk echt van, dat laat je niet gebeuren als je... Ik vind wel, weet je, kijk, ik bedoel, zij is wel echt super trained. Ze is super trained. Ze zit niet voor niks in het hoofd van zo'n organisatie. Maar deze gast, heb je deel 1, 2 en 3 gespeeld? Okay, maar weet je, ontstaan weet, heeft. Ja, maar weet je wat hij ook deed het zegt? Weet je, hij is retired. Hij is aan het begin van de game, hij is retired. Hij zegt, ik stop ermee. Hij komt terug. Dus hij heeft het gedaan. Oké, maar gooi jezelf dan uit de raam. Want, hij onderschat het. Hij gaat gewoon, hij denkt... Ik ga dit gewoon weer doen. Hij komt er toch achter dat het wat minder goed is dan hij dacht. En dat is logisch ook. Weet je, als jij het zo nu gedaan. Ik ben niet en je krijgt ineens iemand die super getraind is tegenover je. Ja, dan kan het gebeuren dat je een airsoeping krijgt. Luister dan, hij knalt heel een leger dood. Ja. Maar bij haar is het echt een probleem. Dat is gameplay. Dat irriteerde me, jongen. Denk van, machine. Ja, ik had daar wel minder moeite mee. Trap haar man en klaar ermee. Maar misschien heb ik ook iets tegen girl power of zo. Nee, maar ik dacht, nee man, dit... Nee. Kom op, Drake. Laat je niet zo wegzetten door een vrouw, man. Ja. Nou, en ik heb niks tegen vrouwen. Vrouwen kunnen badass zijn. Dat is het er niet. Ja. Maar hij is opper badass. Ik blijf vinden, weet je... Hij is niet meer zo jong als dat hij was. Dat zegt hij heel vaak tegen... In het beginsegment van de game. Ja, dan kan je een S-boeking krijgen. Simpel is het. Ja, klaar, weet je. Okay, heb je die grote gasten gezien in de game? Die ook een S-boeking geeft? Ja. 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 Maar ja, ik ben een gameplay, weet je. Maar goed, moving on. Ja. Ik vind dus, het beginstuk heb je dan gehad. Nou, op een gegeven moment kom je dan in Madagaskar terecht.
ik heb sowieso ook het hele ja, beginverhaal. Ik heb het verhaal van Sam, maar ik zou dat niet geloven. Ik had zoiets van, er is iets. Ja, er is iets aan de hand. Ik vertrouw hem niet. Ik ook. Hij komt ineens, komt hij terug en ineens zegt, ja, hij blijkt dat zetten. Maar daarop terugkomend, wat ik, nou, op een gegeven moment ga je dus, dat komt op neer, je zoekt de treasure van een piraat, van Wimmerveld, hoe heet die gast ook weer? Zo heet hij nou ook weer, man. Zo, jezus, je hoort die naam echt 80 keer in de game. Ja, inderdaad. Nou, in ieder geval, pirate guy. Ja. Een hoogbare pirate guy. Je gaat op zoek en hij heeft eigenlijk gewoon, je volgt de trail, je komt op de eerste clue en je vindt een map en het komt er eigenlijk op neer, je gaat heel de wereld weer overreizen om. Ja. Een soort van zijn... Like Pirate Heaven, zijn treasure te vinden, zeg maar. Je solft het, en dat vind ik wel heel erg cool, dat je dus weer verschillende stukjes hebt, dat je dus even verschillende locaties bezoekt. Nou, dan kom je op Madagaskar. Ga je dus met die auto ga je rijden. Ja. Nou, echt gigantisch mooi, open. Ja. Het ziet echt heel open uit. En dat was voor mij persoonlijk was dat het keerpunt in de game. Je begint daarmee. Nog Madagaskar? Nog Madagaskar vind ik het... Baas. Ja, kijk, niet in eerste instantie als je daar bezig bent met dat rondrijden met die auto en dat soort dingen. Dat was op zich nog wel, nou ja, oké, weet je. En het ziet er vooral ziet er heel mooi uit. Maar op een gegeven moment kom je dus in de jungle terecht, waar dus eigenlijk, want Pirate Guy had dus zijn Pirate Heaven had hij gemaakt. Ja. Een soort van safe haven is voor alle piraten om een soort van eigen stadland, natie op te richten, als het ware. Mm-hmm. Maar. En op een gegeven moment kom je dus in de jungle, kom je dus daarin terecht. Je vindt die plek, ja, uiteraard, want het is Nathan Drake. En je gaat verder op zoek naar de treasure. Wat ik persoonlijk heel erg cool vond, is dat je met alle Uncharted's ben je natuurlijk altijd wel op zoek naar een locatie. Naar El Dorado, naar al die andere steden en mythische plekken. Ja. Alleen in de vorige Uncharted's is het eigenlijk gewoon, je bent daar en je bent eigenlijk maar een heel klein stukje voordat eigenlijk gewoon everything goes to shit. Ja. Dus je bent er maar een heel klein stukje, dus je komt erin en het ziet er heel wel groot en waanzinnig uit. En eigenlijk binnen een relatief korte termijn gaat alles al de tering in en vlucht je en is de game klaar. Ja. En wat ik heel cool vond is, je vindt op een gegeven moment die stad en vanaf dat punt heb je een heel stuk, nou, dat chapter dat je gewoon in die stad zit. Ja, en dat vond ik huge. Zo waanzinnig vet gewoon. Dat en vooral met huge. De level of detail, weet je, ook gewoon hoe alles eruit zal. Bepaalde stukjes heb ik gewoon alleen maar die fotomode aangezet. Ik heb alleen maar screenshots gemaakt, foto's gemaakt, en dat het er zo heel goed uitziet. Ja. Maar ook gewoon met een beetje de backstory, je leerde echt wat er gebeurd was. Ja, daar, want zo, je vond allemaal notes, van dat mensen onder Mr. Piraat. Ja, precies, inderdaad. Ja, want het was op neer, hij had dan een aantal... Hij was samen met een paar andere grote piraten, waren ze de founders, als het ware, van die kolonie. Ja. En daar zijn ze naartoe gegaan en daar hebben ze dus een kolonie gesticht voor iedereen, als het ware. Maar hun waren echt soort van de baas erover. Ja, precies. Het, daarin zit. Dus ja, dat vond ik echt wel heel erg vet. Dat was ook echt heel erg vet, inderdaad. Ja. Ik sinds Madagaskar heb ik echt zo hard genoten van Uncharted. Ja. Het leek ook gewoon dat ik vanaf dat moment ook niet meer gestopt ben met spelen. En ik heb hem toen gewoon gelijk in één stuk uitgespeeld. Ja, voor mijn gevoel ook. Afgezien van de screenshots maken dan. Gewoon foto's maken. Ja, vond ik dat ook heel cool. Want in heel veel games wordt het later, weet je, met Infamous Second Son, zat de fotomode er niet standaard in. Op een gegeven moment hebben ze dat gewoon erin gepest. Ik vond het heel cool dat het gewoon standaard al erin zit. Ik vind eigenlijk dat bijna elke game eigenlijk gewoon standaard zo'n fotomode zou moeten hebben. Ja, precies. Weet je, uiteraard was het natuurlijk gewoon goed hoe het uitziet. Maar ja, gewoon heel erg cool. Ja. En één ding wat ik ook nog wel wil zeggen is van, dat is weer iets van mij. Ja. Voordat ik de spel ben gaan spelen, heb ik een interview gezien van Nolan North en, zo heet die guy toch? Ja, dat is Drake. En zijn broer, heet die broer ook weer. Dat is ook een bekende voice actor. Ja, inderdaad, ja. En maar, net als mijn Pirate Guy ben ik nu ook eventjes... Maar dus ik heb een interview van hem gezien. Ja. En dus ik ben achtergekomen dat eigenlijk de broer... Ja. Jonger is dan de voice actor. Ja. Jonger is dan Drake. Ja. En dat door het spel zelf zat ik heten ermee. Ja. Echt ja. Irritant. Ja. Van hey, je speelt wel, maar je bent ouder. Wat ik op een gegeven moment las in. Weet je wat mensen opviel op internet? Die broer van Drake, Sam. Ja. Dat had hem bij het begin ontzettend vonden klinken op George Costanza, weet je, van Seinfeld. Dat hij alleen maar zo'n wijn in had en dat soort dingen. Ja, ik moet zeggen, ik heb het zelf niet gezien, maar dat weet je, ik vind wel, weet je, je hebt natuurlijk
een paar nieuwe characters erin gehad. Ja. De broer van Drake is dus een nieuwe character, die chick is dan een nieuwe character. Rave. Vind, ja, en Rave. Rave is dan de bad guy. Bad guy, de main bad guy. Ja, precies inderdaad, ja. En ik vind, weet je, Rave was op zich een oké bad guy, maar weet je, je hebt dan die chick, je hebt Rave en je hebt die broer. En uiteindelijk vind ik het meer nog steeds om Drake draaien en om je chick. Ja. Weet je, en nou, Sunny zat er een klein beetje in, heeft niet, ja, niet echt een grote rol. Precies. Maar op zich is dat cool, weet je. Het is wel een old guy geworden, weet je. Nou, maar dat maakt niet uit, weet je. Kijk, Sunny heeft natuurlijk ontzettend in de spotlight gestaan in met name in 3. Ja, eigenlijk zie je natuurlijk sinds 1-1 al. Ja, dat zat hij ook in. Maar in 3 hebben ze natuurlijk ook echt gewoon die band tussen Drake en Sunny hebben ze echt gewoon naar voren gezet. Zeg maar ik vind het heel jammer dat de nieuwe characters die zijn toegevoegd eigenlijk, weet je. Niet echt een toevoeging waren. Nee, kijk, ik snap dat ze erin zitten. Ze hebben natuurlijk een point als het ware. Maar ik vond het heel jammer dat ze niet wat beter waren. Mm. Maar goed, dat is. Oorspronkelijk scheen het verhaal ook heel anders te zijn trouwens. Ze hebben. Wat ik heb begrepen is, ze hadden op een gegeven moment Amy Hennig hadden ze aangetrokken. Die werkte bij het Uncharted team. Die is bekend van onder andere Legacy of Kane. Die heeft de hele Legacy of Kane serie van geschreven, zeg maar. En zij is op een gegeven moment weggegaan, omdat ze echt de game in een andere richting uit wilden gaan doen. En oorspronkelijk, volgens de geruchten, zou Sam zou de bad guy zijn. En, de broer, maar was hij dan ook de broer? Ja, hij is dan nog steeds de broer, maar hij zou dan de bad guy zijn. Een soort van, weet je, toch een iets ander idee. Ja. Het zou ook een veel duisterdere game gaan worden, want die eerste reveal trailer, die we natuurlijk gezien hebben toen bij Drake die op het water lag, dat zat natuurlijk niet echt in de game. Nee. Dus dat was eigenlijk uit die periode, zeg maar. Mm. Dus, en ze hebben op een gegeven moment de roer omgegooid en Amy Hennig is op een gegeven moment weggegaan. En, want ze hadden ook een andere voice actor voor Sam. Sam. Ja. Okay. En ze hebben toen op een gegeven moment hebben ze. Ik ben hem nog steeds kwijt. Ja, hoe heet die gast nou? Ja, maar hebben ze in ieder geval hem aangetrokken en hij is toen Sam gaan doen. Oké. Okay. Dus okay. Je, dat soort dingen, dat is op zich wel verklaarbaar. Ja. Natuurlijk, ja, in de story. En ja, goed, einde van de story natuurlijk. Ja. En dan met name de boss battle, de eindbaas. Wat wil je daarvan zeggen? Ik vond die eindbattle annoying as fuck. Ik weet niet hoe jij... ik vond het ook annoying. Ja, even ter illustratie. Op een gegeven moment, je komt in een soort van closed room, kom je terecht, over vuur. En je hebt allebei een soort. Je kan een soort van sword fight krijgen. Ja, zo'n piraatzwaard heb je aan. Ja, nou, sommige mensen noemen het een QTE. Nou, dat is het niet, omdat je dan natuurlijk een prompt hebt, zeg maar. Ja. Want druk nu op kruisje, druk nu op vierkantje, dat is het niet in die zin. Het lijkt er wel heel erg op. Je tegenstander doet 2 attacks. Hij doet of hij staat naar rechts of hij staat naar links. En afhankelijk van wat hij doet, moet je parryen, zeg maar. Als het juist. En ik had ontzettend veel moeite op een gegeven moment om het te lezen. En ik sta hier en de andere keer niet. En, ja. En eigenlijk, weet je, ik had hetzelfde. Super gefrustreerd uiteindelijk. Je hebt een aantal stages, fases erin zitten. waar je hem uiteindelijk krijgt, zeg maar. En uiteindelijk defeat je hem dan. Maar ja, heel jammer. Ik ben niet wel blij dat het niet zoals in Uncharted 2 was. Volgens mij was in Uncharted 2 dat die guy niet wegrende. Het was gewoon echt een pikketje spelen met elkaar. Ja, dus dat was het niet. Kijk, Uncharted 3 had niet echt een eindbaas gevecht. Nee. Uncharted 1 had het weer wel. Dat was ook niet zo erg goed. Nee. Dus ik snap wat ze probeerden. Alleen ik vind het niet zo erg cool. Nee, ik ook niet. Ik vond het meer annoying dan van, het is awesome. Weet ja. En, maar over de bad guy zelf. Ik vond hem echt een spoiled brat eigenlijk. Ja, maar dat is hij ook. Dat is hij ook en dat is die... En dat, nee. Dus voor mij was het eigenlijk een geslaagde bad guy, want ik had zo'n fucking hip aan die gast. Ja. Fuck. Ja, ja. Ik kon gewoon niet wachten om hem gewoon even een beatdown te geven. Ja, ja, precies, inderdaad. Ja, ja, dus, ik vond hem wel heel goed geacteerd, weet je. Het zat overtuigend in en dat vond ik wel goed. Ik vond alleen, ja, weet je... Daarom haat ik hem ook zo erg, dat hij het zo goed deed. Nee, maar hij deed gewoon goed, maar ja, weet je... ik bedoel, dit stond gewoon in het script en dat is het gewoon. Ja, weet je, ik vind dat moeilijk natuurlijk om in een Uncharted game, weet je, Supernatural had je natuurlijk kunnen doen. Nou, dat zat er nu dus eigenlijk niet in. En dat vind ik trouwens ook wel heel jammer, want op een gegeven moment kom je natuurlijk in die stad kom je aanzetten. Mm-hmm. En op een gegeven moment zo'n stuk met die paarden. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Op een gegeven moment loop je in zo'n stal, loop je rond en dan vinden ze paarden die nog gechained waren. En je ziet gewoon die skeletten zie je gewoon zo liggen. Mm-hmm. En dan wordt opgemerkt van ja, het is wel raar dat ze die paarden zo achterlaten, want alsof iedereen in een hurry weg is gaan.
En dat was eigenlijk dat ik persoonlijk zoiets had van, ja, weet je... Nu kan je... Nu komt echt die supernatural element komt erin. En ik dacht dat het... is er nooit ingekomen. Ik dacht dat het misschien onder de grond daar zo, weet je waar... Ja, weet je, maar het was echt van oké, nu gaat het gebeuren. Ja. Maar dat is nooit gebeurd. En Uncharted heeft natuurlijk altijd al dingen met supernatural gehad. En dat hebben ze deze keer niet gedaan. Maar op zich vind ik dat ook niet erg, hoor. Nee, dat ligt eraan in welke hoedanigheid ze het zouden hebben gedaan. Kijk, ik bedoel... Ja, precies. Het kan geslaagd zijn geweest, het kan niet zijn geslaagd zijn geweest. Want als je ineens Ghostbusters moet gaan spelen, dan is het natuurlijk helemaal niks geweest. Ja. Maar ik, weet je, de locaties, er zaten heel veel, echt gewoon hele vette momenten in dat je de eerste keer er binnenkomt. Dat je dus de ontdekking van die kolonie, die je dan de eerste keer tegenkomt. En wat ik ook heel vet vond, was op een gegeven moment dat je er in die mansion zit, waar de founders dan zaten. Oh, ja, dat je in die tafel dan binnenkomt zetten, waar al die piraten allemaal zitten, daar zaten. Dat is allemaal gepoisoned daar. Ja. Vond ik zo verschrikkelijk dat vet. Dat was kick. Dus dat is gewoon, dat is voor mij gewoon weer de reden om gewoon de game nog een keer gewoon door te spelen. Zeker. Aan de andere kant, weet je wel, dan weet je over de encounters en de gevechten en dat soort dingen. Ik heb hem op hard heb ik hem gespeeld, want dat is de hoogste moeilijkheidsgraad die je in eerste instantie kan doen. Maar er zitten wel een paar cheap mechanics in. Weet je, iedereen heeft oneindige granaten, lijkt het op, en dat soort dingen. Dus ik vond bepaalde encounters ook super frustrerend om te doen. Precies. Ik begrijp wat je bedoelt, inderdaad. Ja. Maar, all in all, je final... Ja, ik moet even bij zeggen, multiplayer heb ik niet gespeeld. Gewoon puur omdat het me eigenlijk... Ik heb de beta gespeeld. Ja. En... Uncharted moet je gewoon spelen voor zijn story, vind ik. Ik vind het ook. Ik vind persoonlijk voor multiplayer heb ik andere games om te spelen. Ja, of een Halo is, of een Call of Duty, of een Overwatch nu. Ja. Dus dat vind ik wel zinnig om te spelen. En ik precies. Vind, als Uncharted leuk is om te spelen, dan doe ik het ook wel, maar het toppunt totaal niet. Dus bij de verdict zit de multiplayer niet inbegrepen. Het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Ik moet er wel bij zeggen, er komt nog een DLC aan. Een singleplayer DLC komt er nog aan. Voor Uncharted? Ja, want je kan die season pass, om even zo te noemen, kan je kopen voor 2 tientjes. Er zitten 2 multiplayer maps in en een singleplayer story zit erin. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Interessant. Trouwens, we staan een heel groot ding over. Okay. Dat einde. Het einde van Uncharted. Dat jij op een gegeven moment als dochter gaat spelen. Ja. Wat vond je daarvan? Ik vond het... Oké. Weet je, ik had niet zoiets van... vet gek, dit is zijn dochter gek. Ze wil gewoon met zijn dochter. Nee. Dat had ik dus echt totaal niet. Ik vond het cool dat je in die kast kijkt en dat je al zijn avonturen ziet. Ja, maar dat heb je natuurlijk aan het begin van de game al gehad. Dat heb je al gehad. Game, ja. Precies, maar dat vond ik dus cool dat zij het dan ziet. Maar ik vond het echt zo... Ik had zoiets van... Vertel die verhaal nou en fuck it gewoon. Ja, dat gewijn van... Want het was op een gegeven moment van... Een kast van Drake is achter slot en grendel, die zij eigenlijk nog niet mag zien. Zij vindt het toch... Ze vindt sleutel. Ze vindt sleutel, ze opent die kast en ze doorzoekt de shit. Komt net Drake binnen en dan gaat Drake met zijn vrouw lopen wijnen. Mag ze het nou zien? Ja, vertel de verhalen nou. En het had voor mij niet gehoeven, maar... Ja, ik had er heel veel van verwacht, omdat ik zat een beetje op internet te kijken en zo, gewoon zo zonder te spoilen, weet je. Je kijkt een beetje wat mensen ervan vinden en dat soort dingen. Maar er waren heel veel mensen, ja, het einde, geweldig. En ja, dat had ik er eerlijk gezegd niet mee. Ik ook niet. Wel... Ik vond het, weet je, ik vond het niet erg om te zien. Ik vond het wel tof om te zien. Ja. Maar het duurde best wel lang eigenlijk, vind ik. Ik vond het een beetje langdradig. Nou, ik vond het voornamelijk, weet je, kijk, heel veel mensen vonden het een closure voor de serie. Weet je, van Uncharted, oké, het is nu echt klaar, want je ziet Drake dat hij echt gewoon veel ouder is. Dus je weet dat hij eigenlijk niet echt iets meer gaat doen. Dus, en je ziet dat hij een dochter heeft, dus je kan toekomstige games kan je als die dochter als main character doen, met support van Drake, of weet je, noem het allemaal op. Of Sam. En ja, Sam en Sam. Als Sam leeft dan tegen die, ja, je weet het niet, weet je. Dat kan natuurlijk. Maar dus, daar waren mensen erg enthousiast over. Ja, ik vond persoonlijk, ja, ik heb er niet zo erg veel mee. Maar dat komt ook meer omdat... Girl power. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Weet je, als het zo was geweest, had ik precies hetzelfde over gedacht. Maar dat komt meer omdat ik met de character Drake heb ik niet zo echt zo'n band, weet je. Je hebt andere games, heb je wat meer een band met een character. Ik had echt een dikke band met Drake. Nee, ja, ik had dat niet. En voornamelijk ik met Uncharted 2. Ja, nee, ja, weet je, ik vind hem eigenlijk gewoon in alle games is hij eigenlijk een soort van hetzelfde. En in Uncharted 4 is hij wel, heeft hij echt wel wat development gehad. En daar is hij wel een beetje, maar dat was voor mij een soort van te laat. Oké, ik vind het grappig, ik vind het cool, weet je. Maar het is niet zo dat ik echt zoiets heb van, dit is echt een hele coole
Kijk, weet je, hoe hij zijn natuurlijk echt kon ik. Bedoel, dat, dat even... Ja, ja, nee, ik ben echt fan van deze. Het is niet als, als dat je een RPG speelt met, weet je, of nou een Mass Effect of zo, is, dat je... met Final Fantasy. Weet je, soms zo kijkt, dat vond ik niet. Dus ik vind dat de character Nathan Drake in de vorige games te weinig character development heeft gehad om voor mij om te caren. Ik snap wel wat ze willen bereiken. En het is heel goed dat, dat ze in Uncharted 4 meer story driven hebben gedaan. Bepaalde segmenten dan natuurlijk. Alleen ja, goed, dat ik had zoiets van, nou ja, oké, okay, prima, het is een chick. En we zien wel wat ze gaan doen in de toekomst met, met Uncharted, met dan de eerste DLC. Want ga je in de DLC spelen als die chick? Of ga je toch als Drake spelen? Misschien als Sam? Ja, maar wat maar dat, ja, maar het is echt van, wat gaan ze nu nog brengen? Ja, maar jij zei het dus aan, als die DLC uitkomt, dan denk jij van, oké, dat haal ik wel, ik ga wel nog een keer. Die DLC ga ik zeker halen. Kijk... Het lijkt dat ik heel negatief ben over deze spel, maar dat is het niet hoor. Ik heb gewoon, kijk, het spel, kijk, niet elk spel is perfect. Nee, dat is er niet. En ik laat gewoon die punten zien wat ik niet leuk vind, maar geloof me, ik heb zo genoten van Uncharted. Echt super. Zoals je zegt, de omgevingen, de over de top actie, dat I love it. Ja, al moet ik zeggen dat het moment van Uncharted 2 met de trein is niet echt... Weet je, dat is, blijft nog steeds het hoogste. Heel veel mensen vinden ook bijvoorbeeld, zeg maar, de Uncharted 2 en 3, die hadden bijvoorbeeld, zeg maar, ook gewoon echt hele grote setpieces erin zitten. En dat had deze nog minder. Vind ik op zich wel. Ik zie alleen wel het hele piratenkolonie waar je dan op een gegeven moment terechtkomt. Dat vind ik wel een hele grote mooie set. Ja, inderdaad. Maar het is, nou, op zich had het wel. Zoals die chase dat je achterop de motor zit van Sam. Ja. Dat vond ik wel best wel een hele gruwelijke... Ja, dan hebben we met die auto, met die APC. Ja. Oh, maar god, dat ding. Jezus, dat ding ook wel weer opduiken. Ja. Nou, dat vond ik best wel een groot stuk. En plus, in dat, als je heel hoog in het gebouw zit, dat je dan bezoekers op je af krijgt. Dat was ook een hele grote... Maar, ik vind hem vet. Ik vind hem echt vet. En ik ga hem zeker nog een keer spelen. Ja. Zeker ga ik de DLC spelen. En ik ben nog zeker super fan van Uncharted. Oké, okay, nou dan zou je voorlopig nog moeten wachten, want dit is waarschijnlijk voorlopig voor de laatste keer. Ja, klopt, klopt. Dus wat ga je doen? Nu hoop ik op een The Last of Us. Ja, daar hopen we sowieso op inderdaad. Ja. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Dus, En één best Easter egg ever. Oh, Crash Bandicoot. Oh, ja, ik heb niks met Crash, weet je. Ik wil heel cool erin zitten. Even, weet je, iedereen die de game gewoon een klein beetje heeft gespeeld. Niet Crash, maar Uncharted 4, die weet al bij het begin van de game. Heb je op een gegeven moment een stuk erin zitten dat je gaat op de PlayStation spelen. PlayStation 1, ja. Ja, je gewoon... met alleen naam met je vriendin, of je vrouw. Vrouw, ja. En dan is het van, nou, dan ga je dus gewoon spelen. En je speelt letterlijk een game in een game, Gameception speel je. Ja. En je gaat daar gewoon mee aan de slag. En het is gewoon het eerste level. Zo. Ja, het is de eerste level van Crash Bandicoot inderdaad. En dan moet je dus proberen om de score te bieden van Helena. Van haar. Mij is niet gelukt trouwens. Mij ook niet, maar de tweede keer wel. Want op laatste moment. Oh, mij is helemaal niet gelukt. Nee, ik ben zo... Slecht in Crash, weet je. Maar Crash, ik was fucking fan van Crash. Ja. Alleen de eerste drie delen. Ja. Na de eerste drie delen werd het crap. Nee, twee maar... zijn dat die was geen leuke game. Nee. Okay. Ja. En ik vond het geweldig. Ja. Dus, ik vond het heel cool wat ze weer gedaan hadden. Alleen omdat ik persoonlijk niet zoveel met Crash Update mij wat minder. Maar ik zat helemaal aan. Fucking vet. Ja, precies inderdaad. Dus ja, uiteindelijk... Ja, wat vond jij hem ook? Ik vond hem zeker wel de moeite waard. Ja, ik heb er geen spijt van gehad. En ik heb, ik heb heel veel screenshots en foto's gemaakt en zo. En vond ik hem waanzinnig goed uitzien. Mm-hmm. Ik wil hem zeker nog een keer gaan spelen. Het zal wel een hele lange tijd overheen gaan. Gewoon puur, weet je, ik heb nu achter de rug. En het is prima. Hij duurde langer, vond ik, dan de andere Uncharted. Ik geloof dat ik 16 uur op de klok had staan uiteindelijk. Volgens mij wel ook wel 22 chapters, toch? Ja, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, als de chapters langer zijn. En ik heb Uncharted 3, heb ik toen voordat 4 uitkwam, heb ik nog even doorgespeeld. En die heb ik eigenlijk anderhalve dag uitgespeeld. En misschien dat we dat, weet je, Uncharted 3 waren heel veel dingen voor mij nieuw. Dus dat heb ik ook moeten ontdekken. En Uncharted 4 is wel een langere game. Ja, dus ik vond hem ook best wel lang, maar... Niet langdradig op een gegeven moment. Nee, ik vond, tenminste, dat dacht ik bij het begin dus wel. Maar op een gegeven moment, Laten we maar stoppen, want volgens mij heeft de helft al weggeklikt. Gewoon kopen. Ja, zeker. Dus, that's it. Ja, thumbs up. Ja, halen Charlotte. Alle twee. Ja.
Mannen bros, bedankt voor het kijken als je het helemaal af hebt gekeken. You're awesome, serieus. Drop dan ook gelijk een like, dan ben je nog meer awesome. Ja. En subscribe, als je nog niet gesubscribed hebt, doe het even. Nathan Drake, dat... Dus, subscription... Nee? Oké, klik het maar gewoon. Ja. En dan zie je meer video's van ons. En peace. Later.